ben dus Kim Dalmot. Ik ben 24 jaar en ik kom uit Herkstad. Ik heb eigenlijk 3 keer meegedaan aan een misverkiezing. En nu vond ik het eens tijd om het eens langs de andere kant te bekijken. En ze hebben mij dan van de brouwerij Walsenberger aangesproken of ik niet wou helpen met misverkiezing. En voilà. Tof. Maar eigenlijk, Miss Walsenberger is eigenlijk een soort... Is dat nu een misbierverkiezing of wat is dat nu juist? Ja, klopt. Walsenberger is bier, maar het is niet zo bekend bier. Het is Linters bier, dus van Linter afkomstig. En elke laatste zondag van de maand kan je daar terecht en ik ging daar altijd een biertje drinken. Dus wat is nu ons concept eigenlijk? Miss Walsenberger, het meisje dat dat wordt, die gaat dan het bier promoten en vertegenwoordigen. Dus die mag meegaan naar evenementjes van Walsenberger. Natuurlijk gaan we die ook wel eens een catwalk lessen of een catwalk laten meelopen, dat is toch ook een beetje in de modale wereld zitten. Nu, wat is eigenlijk het traject dat die meisjes moeten doorlopen vooraleer dat ze aan de finale komen? Ze krijgen een lesje catwalk, danslesjes zoals altijd eigenlijk, fotoshoots, mediatraining. En voor de rest letten wij er ook natuurlijk op dat ze altijd goed op tijd zijn. En ze moeten van ons niet de perfecte maten hebben, maar als ze er staan, dan is het voor ons oké, als ze hun best doen. Waar gaat die jury uiteindelijk op beoordelen? Ze kijken eigenlijk voor andere persoonlijkheid en of ze in staat zijn om het bier te promoten. Hoe ze er staan, niet naar het uiterlijk. Nee, daar kijken ze niet. Zijn er belangrijke eigenschappen die ze toch moeten hebben? Spontaan, want als ze het bier gaan moeten promoten, dan gaan ze daar niet moeten staan van oei. Hè? Voor de rest, nee. Maar gewoon, ze moeten het goed gaan doen. Hè. Zeg, en daarna? Want ze gaan een paar evenementen moeten gaan bijwonen. Ja, dat klopt. En we gaan hen dat dan laten weten. En dan gaan er foto's worden gemaakt en zo leert zij weer bij. Zo kennen ze het bier weer beter. En voor hen is dat ook plezant. Hè? Zeg, en zijn er nog prijzen aan verbonden als je wint? Ja, tuurlijk. Maar niet alleen als je wint. Hè. Iedereen die meedoet, krijgt bij ons prijzen. Ze moeten geen sponsors zoeken, dat is ook al een voordeel. Geen bikini defilé, ook al een voordeel. Maar de winnares wint sowieso haar gewicht in bier. Oh ja, van het bier natuurlijk. Een tv winnen ze. Er is ook een waardebon van een reis. Een fiets is er ook te winnen. Waardebonnen van de kleding van de modeshow die ze gaan lopen. Eigenlijk krijgen ze wel veel voor hetgeen wat ze eigenlijk... Ze moeten er geen geld in stoppen, dus. Super, dat klinkt goed. Zo moesten er nog meer verkiezingen zijn. Zeg, waar en wanneer heeft nu juist die finale plaats? De finale vindt plaats op 21 augustus, dus binnen 2 weken, in Linter. Dus dat is de brouwerij eigenlijk zelf. En daar hebben zij een hangar staan en daar gaan we omtoveren tot een podium. En daar gaat de show gaan doorgaan in de hele Bosstraat in Linter. De mensen die kaarten willen bestellen, waar kunnen die daarvoor terecht? Ze kunnen de kaartjes kopen bij de finalisten. Ze kunnen natuurlijk ook bij mij kaartjes kopen. Maar jullie kunnen alle finalisten terugvinden op de website. Weebly.misswalsenberger.com is de website. En daar zijn alle meisjes op Facebook opzoeken en een kaartje vragen. Oké, Kim. Ik wens je nog heel veel succes toe met Miss Walsenberger verkiezing. Bedankt voor het interview. Heel graag gedaan. Okay.